met Slam FM op de achtergrond met de Koningsdag 2019. Dat is ook alweer al even geleden. Gaan we wat Rummy Cup spelen. Goedemorgen allemaal en welkom weer op een vlog van mij. Mijn naam is altijd Tim de Remus en ik hoop dat jullie het er echt weer van gaan genieten. Maar als we eerst Rummy Cup willen gaan spelen, moet ik ook wel eerst mijn tafel afrijven, natuurlijk. Daarvoor gebruiken we een schotelvot. Maar eerst ook mijn pompbak nog eens goed schuim vrij maken. Voilà, en ik heb juist ook nog afgewassen. Daarna pakken we een schotteldoek. Hoppa. Die maakt wel goed nat. Dan zet er hier goed uitwringen. Voilà, goed uitgevrongen. Daarna gaan we zo door met de tafel. Dit is wel. Hup, staat er hier. Joink. Ja, ik weet het. Ik wist niet of je het gezien had dat je daar een stuk vergeten was. Ja, en zelfs gaat ook haar strik mee. Voilà, ze. Geef die toekomst, ik zie nog een plek. Oei, ze ziet nog een plek. Oké. Zag je het niet? Ja, en ik zag weer al een haar van jou. Ja, jij bent echt aan het ruiven, man. Mijn schatje is aan het ruiven, mensen. Ja, ja. En daarna ga ik de bord... Zij is grappiger dan mij. Wie mag beginnen? Zij is grappiger dan mij. Wie er mag beginnen? Eens even kijken op de... op de... Ik denk dat het gelijkspel is. Het is... gelijkspel. Dus ik dan? Nee. We gaan dan het hoogste steentje rapen. Oh ja. Rap maar eens eentje. Zee raapt. Oh my god. Ze maakt het al voor mij al moeilijker om te beginnen. 13. Dus nu moet ik ook... Grabbel. Een 13 halen. En het is een... De tegenovergestelde. 1. Lager kan ik niet nemen. Dus ja, dat betekent nu 14 steentjes rapen voor Bea. En dan alsjeblieft weer al 14 steentjes rapen voor Dimitrieke. En ondertussen gaat Dimitrieke de koop roken, even voeding geven, want sorry mensen, ik heb hem hier al deze nacht niet ingestoken. Ah! Jullie moeten mij toch eens rond mijn oortjes slaan. Dus, ja. Ding. Voilà, ik ga nu terug slam met Bram beluisteren. Club ondersteboven, DJ Set. Slam, Koningsdag 2019. Yeah. Ik heb al 14 geraapt. En ze heeft er al 14 geraapt. Top! Nu ben ik het. Tot ziens allemaal. Zo mensen. Ik ga nog eens even naar de winkel toe. Naar wat potje gerummikupt. En ja, en ook mijn haarkes zijn geknipt en al. Dus ja, mijn haar is inkt. Ik ga nu wat Red Bull halen. Ik ga nog een lekkere macaroni met kaas en hesp halen. Hesp, niet heps, hesp. En ik heb ook nog vandaag nog een klein, toch een tamelijke ongelukske gehad. Ik ben uitgegleden in mijn douche. Yippie-ki-yay, dat is niet leuk. Dat is pijnlijk. Dat wens ik dus echt niemand niet toe. En nu ben ik nog mijn portefeuille aan het zoeken. Dat ik zo kan vertrekken, ook naar de winkel toe. En die vind ik even niet.
Shit. Bij mijn portefeuille ben ik nog aan het zoeken. Hebben die hier ingestoken? Nee. Oh, Jezus Maria Jozef. Even verder zoeken naar mijn portefeuille. Ik ben mijn portefeuille aan het zoeken. Ligt die hier niet nergens? Nee. Dus ik ben nu heel rustig aan het zoeken. Zoeken, zoeken, zoeken. Hier heb ik nog een blouse liggen. Misschien zit die hier nog in. Nee. Had ik een jas aan? Nee. Zet hem hierin? Nee. Allee, waar kan ik mijn portefeuille hebben gedaan? Die kan toch niet ver weg zijn? Dan nu ook nog. Ik heb vandaag echt een baaldag, hè? Op Discord dat van allerlei dingen fout lopen. Gevonden. Op... Dan nog mijn portefeuille. Ik ben nog uitgegleden. Noem maar op. Het deed pijn. Nu ben ik nog mijn gsm nog aan het zoeken. Ook nog. Weet je wat? Ik ga deze keer eens zonder gsm weg. Ah, daar ligt hem. Ik heb hem toch gevonden. Oh, mijn rug. Dus nu moet ik voor mijn eigen zorgen. Dus dat bedoel ik mee met eten. Want mijn maatje en mijn lieve hebben altijd zelf al eten. Dus dat is ook al goed. Dus nu moet ik nog voor mijn eigen zorgen. Plus, wat ik ook nog ben vergeten te kopen vandaag in de winkel, zelfs tot 2 maal toe, Fanta en cola. Voilà. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, yo, yo. Zo, even laten kalibreren naar de juiste stand. Dus nu even op naar de cola. Naar de Fanta. Ik ga ook nog melk meenemen. Kratje melk. En dan nog macaroni met kaas en nes voor te eten. Dat was het. Dat was het. Dus ik ben hier aangekomen dus in de Colruyt van de grote ring in Hasselt. Koffie, dat heb ik nog genoeg te staan. Ga ik nog iets meenemen, want ik nam wel voor bij Rummikub. Oh, die kunnen ook lekker zijn, hè. Deze. Kennen jullie dat? Oh, pak die mee. Punt. Verkocht. Verkocht. En nu ga ik zo door naar de cola en de rest. Zie je, zijn we allemaal terug. Yo, 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 yo. En ik moet ook dringend eigenlijk naar de wc. Ai. De product die ik aan het zoeken ben, zijn er al op 2 winkels, al ter niet. Nu gaan we naar de derde winkel toe, maar niet meer naar een Colruyt. Nee, ik geef het op de Colruyt en de OK. Ik ga voor die product ga ik even naar de Alvo of zoiets, of Alvro, of noem maar op. Dus dan weten jullie dat. Huh? Alvo, hoor ik van mijn schat. Zij zit daar goed. Dus ik ga jullie laten. Mensen, wens me maar veel succes. Derde winkel. Derde keer. Goeie keer, zeggen ze toch altijd. Dus ik hoop dat ze wel hier dan die producten hebben. Kopen. Kopen, te kopen, te kopen, te kopen. En hier heb ik zelfs een kleingeld nodig. Die ik zelfs niet meer heb. Even binnen gaan vragen. Joejoe. Het kan nu wel iets langer duren dan normaal. En dames en heren, waarom dat ik terugkeer? Want ik weet hier dus niks van. ik kom hier praktisch nooit. Dus ik hoop dat ik mijn producten hier ook wel vind. Dus echt rondkijken.
Hoe doen jullie dat? Als jullie in een nieuwe, volledig nieuwe winkel binnenstappen, of in een winkel die al lang bestaat, maar dat je er nooit nog binnen bent geweest. Hier staat het ook niet. Dat is echt zoeken in een doolhof. We gaan langs deze kant maar eens kijken. Nee, hier ook nog niet. Dat is allemaal daar soep. Jawel, daar moet ik wel zijn. Oeh. Wat een heel volk. Heel volk. Zijn het er twee keer? Zijn het er deze? Nee. Zijn het er? Nee. Niet de hotdogs. Zijn de Weense Fine. Deze moet ik altijd hebben. Deze. Yes. Gevonden. Woppa. Binnen. Nu nog met de macaroni mekaar zijn nest vinden. Dat is het volgende. Yes! Hier staat het ook al van Igro. Igro. Ik ga eentje maar nemen. Om met zoveel op te jagen van winkel naar winkel naar winkel naar winkel te gaan. Ik vind het wel een beetje genoeg van geld. Ook aan mijn masker. Dat is hier langs. Hier zie ik de trein staan. Nee, hier is nog geen drank. Hier wel, hier langs mij. Kijk maar, allemaal. Drank, 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 drank. Nu moet ik ook nog de gang vinden van de Red Bulls. De energiedranken. Allemaal, hè. Ik heb mij eens in de watjes liggen, echt waar. Ik heb zoveel gezocht. Gezocht, gezocht, gezocht. Naar... ook naar hun materiaal. Festivals zijn weer begonnen. Festivals zijn weer begonnen. Oh. Jezus Maria Jozef. En een sixpack hebben ze hier niet meer, denk ik. Oh my fucking god. Derde winkel, hè. Ja. Ik ga er zo er twee meenemen, hè. Ik vind het erg. Ik vind het erg dat ze er niet meer zijn in drie winkels. Niet leuk. Niet leuk. Niet leuk. Echt niet leuk. Oh, ze staan gewoon ergens anders. Ja. Ik ga opnieuw zo twee pakken kopen. Dan kan ik dat wel eens doen. Ik heb ze eindelijk gevonden. Ik ben blij. Ik heb toch nog lesjes gekocht. Afwas, afwas. Dan gaan we die van 4 packs terugzetten. Voilà. De 4 packs staan terug. En nu op naar kassa. Op naar de oven. Dan kan ik eindelijk ook eten. Want ik begin honger te krijgen. Honger, 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 honger.
Oh, hier is wel vrij rustig, moet ik ook wel zeggen. En voor misschien ook voor te werken. Oh, ze hebben hier het juiste zouden ze. Oh my fucking god, hier zijn de sandwiches nog goedkoper dan in de Carrefour en Alken. En zijn van hetzelfde merk. Hebben ze hier dekken? Nee. Onder de kassas staan die. Onder de kassas. Voilà. Dit is wat ik nog heb gekocht. Wat ik ook waarschijnlijk ook kan meenemen. Is... blauwe zakken. Ja, blauwe zakken. Altijd handig. Dus ik ga jullie niet laten, want ik ga zo meteen... betalen. Yo. Hier uit de Alpen. Meneer is, ik kan een gat in de lucht springen. Hoe bedoelt je dan, zal jullie denken? Ja, ik heb mijn... eindelijk het Red Bull toch gevonden. Want blijkbaar is ook het festivalseizoen te goed begonnen en al. En worden Red Bulls goed verkocht. Goed bezig Red Bull, ik zal het zo zeggen. Goed bezig Red Bull. Want jullie verkoopcijfers gaan omhoog. Allee, mensen, ik zie jullie allemaal straks terug, hè. Yo. Zeg ik derde keer, goede keer dus. En dat is ook waar ook nog. Dus ja, ik sta voor rooi lichten. En ik kreeg mijn radio niet afgezet. Voilà, zo staat hem af. En zo staat hem terug aan. Voilà, nee, dus wat ik nog wou zeggen is, ja, dat ik een hele lange rit heb gemaakt vandaag, dus naar verschillende winkels moeten gaan om mijn product te halen. Hier de Carrefour ben ik ook al twee keer geweest vandaag, dus ik heb dan gezegd van voort, ik ga geen derde keer de winkel binnen. Tegenwoordig ben ik een klein beetje vergeetachtig. En dat is niet goed, dat is echt niet goed. En vandaag is ook nog iets geweldigs gebeurd. Dat is dat ik rugpijn heb. Au. Dan ben ik nog eens uitgeschoven in mijn douche. Ik was dan rustig aan het douchen. Heel rustig. Ik had gedaan met douchen. En ja. En hier hebben ze nooit geduld, hè, bij Kristal Alke. Nooit, hè. Dus als je één klein beetje straat verder bent en dan, je moet dan in de Langveldstraat zo inrijden. Dus als je richting de Jordijnstraat aan het rijden bent, dus richting vroeger het Graantje en zo, die richting uit, dan zo naar de Jordijnstraat. Maar dan heb je hier een T-splitsing om op de Langveldstraat op te komen. En dan hebben ze dan nooit het geduld voor even te wachten tot wij over kunnen. Nee, dan zeggen ze even u zo, dan gaan ze u slalommen voorbij. Om toch sneller bij een vrouw kunnen of zo te kunnen geraken. Nee, ze hebben echt geen geduld. En dat was dus een lieve dame. Oh, mijn maatje zit niet meer op de bank. Zit die dan buiten? Maatje zit ook niet buiten. Is er wel nog mijn maatje? Ja, mijn maatje is er nog, dat is goed. Maar ja, nu nog alles boven krijgen. Dat is ook nog zoiets. Dus ik zit hier met kratjes, hè. Sixpack krat. Ik ga jullie dus laten zien wat ik dan bedoel, hè. Dus waar ik allemaal mee zit. En ik moet het allemaal alleen doen. En ik word weer gestoot. En mijn raam staat open. Yay. Oké, dat komt niet goed. Mijn notteken is achteruit aan bollen. Hoe kan dat? Voilà. Nog ietsjes feller dan optrekken. Ietsjes feller. En nu
Ja, op en af, op en af, op en af. Kijk hè, wat ik allemaal heb. Een krat melk, dan nog Fanta, dan cola, dan het zit hier voor hun. Dus ik ga een paar keren op en af worden gewandelen. Jee. Zo is dat, eindelijk kan ik mijn macaroni met kaas en esp eten, wie ik goed heb moeten gaan zoeken. Mijn schatje heeft dit gemaakt voor, ja, voor haar en voor mijn maatje. En nu ga ik lekker eten. Even een kleine verbetering. Ons maatje van mij en Bea. Voilà. Voilà, zijn eigenlijk uw dingen. Toch niet beter? Tot nu toe valt, zit er nog niks niet meer. Ja, maar de bliksem kan al eerder zien dan de dingen. Hè. Ze weet die niet. Ze zijn al met twee dood. Momenteel heb ik nog geen schrik. Momenteel. Ja. Stel je voor dat het daar zo in. Dat het daar zo in, ik het zo inslag en ik zeg dat ik heb er nog geen schrik van. Tot die boom zo weer. Ja. Nee, zo. Dus ik heb geen schrik, ik heb geen schrik. Boef. Maatje! Het is wel meer zo ontvangen. Ja. Denk ik. Daar dat mijn camera ook zo gericht is. Het is precies dat in de meer moeten op onweer gaan jagen. Dat de onweer dus nu naar mij komt. Nee, dat is zelfs donder. Ik zie geen bliksem. Hè? Nee. Daar zie je heel die buienlijn. Wauw. Het blijft gewoon continu grommelig, jullie horen het. Zou het ook niet wat beter iets? Nog niet, nog niet. Tot er beter op gezet nu. Ik heb geen schrik. Ik ben beter in mijn auto gaan zitten, hè? Deze dicht toe. Als het zo in één keer plot. Stop met een opname. Dan zijn we er niet geweest. Dat betekent dat we dan als sap de ramen gaan sluiten. Maar ik zie wel echt geen flitsende meer, wel het gerommel nog. Alleen het gerommel, ja. Zit dat daar zo mooi? Dat is precies dat boven de wolken vooral is nu. Ja. Heel lichte flitsjes hier af en toe. Het is echt boven de wolken echt bezig, ja. Dat is echt gewoon machtig om te zien. Ziet daar zo een hele lichte wolkje daarin. En dan weer zo'n donkere wolk. Dan weer een lichtere wolkjes. Dan zie je zo'n hele mooie lijn. Dat vind ik gewoon dus echt machtig van de natuur. Mensen, dat vind ik echt machtig. Het zit er echt hier boven, zo. Ik zat er precies. Ik ben er af en toe. Ik ben aan die ramen staan. Oké, okay. Ik was af en toe ronden. Dus we gaan ook de ramen nu direct toe doen, want daar is die buienlijn al, daar zo. Ja, dus we willen daar ook voor zijn. Dit heb ik ook wel niet zo graag dat daar zo heel hoog staat, omwille van de onweer. Maar we gaan jullie nu laten. En ja, tot ziens. Nu dachten we van yes, we gaan raken hebben. Dus dat er geflitst ging worden. Tot en met slierten en al. Maar nuske door. Maar jullie moeten wel zien, hè. Dus ik ga dat daar laten zien. Zie dus hoe fel dat het echt aan het regenen is. Zie dus naar buiten toe. Wow. En de onweer zit echt boven de wolken, niet onder de wolken. Wel wat jammer is.
Want ik ga het jullie ook laten zien. Op mijn beeldscherm, kijk maar. Dus om 18:15, dat is nu nog niet. Dus 18:15, hier staat van boven. Gaan we in het rode gebied, want ik heb het er juist ook een klein beetje naar voren, naar achter gedaan. Want dat gaat dus nu ook al niet meer. Dus 18:10 zitten we al in het donkerblauw gedeelte. En 18:15 zitten we in het rode gedeelte tot en met 18:20. 18:25 zitten we ook nog altijd in het rood. 18:30 in het rood. 18:35 in het rood. 18:40 in het rood. En dan beginnen we terug af te zwakken op 18:45 pas. Dus het gaat nu effectief bijna 3 kwartiers regenen. Tussen 3 kwartiers en 1/2 uur gaat het dus regenen. Tussen 1/2 uur en 3 kwartiers. Ik zal het zo zeggen. Maar jammer genoeg zitten de flitsen echt boven de wolken. En ik hoop dat mijn schat wel mijn camera heeft toegedaan. Ik ben nog niet naar mijn kamer geweest. Het is toch echt in de raap, hè? Nee, dus daar heb ik nog geluk mee, hoor. De regen staat zo. Ja. Yes. Dus het komt niet tegen... Jawel, het komt wel tegen, tegen het appartement, maar niet tegen de ramen. Joepie. Ah ja, nog een vraagje voor jullie, voor hierachter. Dus als jullie kennen zo'n lichtbed, hè? Dus zo ook met stalen constructies zo van onder, jullie zien het. Dat is ook goed gespannen en al. Hoe krijg je zoiets voor erop te liggen, zachter voor erop te liggen? Laat het even hier onderaan in. De... Kun je mijn ogen flitsen? Comments weten. In de comments weten hoe je zo een dingen kunt minder hard maken. Ik zal het zo zeggen. Laat het even in de reacties weten. En de laatste game is eindelijk binnen. En nu stop ik echt waar op Steam. De download. Ik weet niet als jullie het ook zien, dus als jullie de ramen zo wat in de gaten houden of zo, kun je misschien af en toe zijn geflitst zien. Ik zag het zelfs hier met een ooghoekje. Geflitst, oké. Dus van 12.05.2024 tot 18.05.2024, dat is dus een iets meer dan een... Dan 5 dagen. Ja, 5 dagen. Dus heb ik in totaal al inkomend netwerk. Dus om 18:12 6,10 terabyte. En geprojecteerde is 6,31 terabyte. Uitgaande netwerkverkeer is 79,26 gigabyte. En geprojecteerde is 82 gigabyte. Je maatje heeft toch altijd gelijk. Ja, oké. Ik ga nog even heel even verder. Bij de richtingen is het een totaal van 6,18 terabyte al verbruikt, de huidige verbruik. En geprojecteerde is 6,39 terabyte. Wam. Dat is veel. En nu is het echt goed bezig buiten. Ho. En nu gaan we dus even dus echt kijken, hè, als het effectief tot... Hoe laat heb ik gezegd? Tot 16:15? Ja, tot 16:15. En ik zie die flitsen ook continu, hè. Het zit hier echt boven.
Dus ik ga ook voor de veiligheid mijn computer afsluiten. Voilà, afsluiten, afsluiten, afsluiten. Come on, 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 come on. Come on. Amai, dat valt serieus daar op de raad. Heb je nu geholpen dat je staan in mijn bed nat geweest? Ja, dat klopt. Dus als ze, want wij stonden daar te kijken naar de onweer. En ik heb ook zo dan naar de lucht zitten te filmen en al. Ja, ik had dan daar gezegd van, ja nee, we worden hier niet nat, bla bla bla, dit en dat. Oeps, toch wel. Even op mijn studiolamp volledig in het duister gooien. Voilà. Nu zit ik hier in het duister. Ik ga ook nog voor de veiligheid ook de stekkers uit de muur halen. Nee, ik heb nog een andere oplossing. Jullie gaan het straks zien. Daar heb ik ook wel het lichtje voor nodig. Lampje. Ik hoop dat mijn schat daar hier toe. Oh nee, dus. Is het tegen de ramen aan het regenen? Ja. Ja, dan ga ik trek ook de dingen toe doen. Slaapkamerraam. Dus voor de veiligheid van de onweer ga ik dus de aarding uitzetten. Voilà, alles is nu uit. Dat betekent ook dat de wifi-netwerk en al weg is. Dus ik ben nu eigenlijk helemaal van de kaart. Helemaal. Jullie kunnen mij nu niet vinden tot ik op mobiel internet zit. Voilà. Ik ga jullie laten nu, dus ik zie jullie allemaal. Ze hebben ze nog even terug, want ik ga dan ook nog de vlog al afsluiten. Yo, 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 zo met de bliksem. Regen. En donder. En donder. En amper wind. Ga ik ook de vlog mee afsluiten. Ik hoop oprecht dat jullie echt hebben genoten van deze beelden. Zal ik eens kijken als ik nog één flits kan opnemen. Ja, één hele, hele, hele lichte flits. Als jullie het dus zo aan het lichtpalen kijken van de expressweg, daar zit de onweer te situeren. Ticket is weer wat opgelicht. Nu nog één keer. En hoor het dus. Het is gewoon meer stil buiten. En dat zijn de mooiste geluiden wat je kunt hebben, hè. Weet je, hè. Ik ga het gevaar een klein beetje opzoeken. Ik ga naar buiten, als ik mijn sloefjes vind. Ja. Ja, onder die afdak. Meen je dan, hè? Daar is toch een afdak? Wow! Als jullie dit hebben gezien, dus ja, hier ligt het ook wel een klein beetje op. Oeh, la la la. Ik wil jullie echt ook de geluiden laten horen, dat jullie daar ook van mee kunnen genieten. Dus, ik ga even naar buiten toe. Oeh, ja, hier is wel nog licht, dus hier is nog wel een stroom. Jullie zien het. Maar op mijn appartement heb ik voorlopig alles uitgezet. Oh, nu hoort je het echt goed. Dan gaan we dit hier ook even gauw doen. Blok 4 was dat daar. Hier. De nummer 4, voilà. Goedenavond. Ik heb nu is echt alle elektriciteit uit op mijn blok. En hier dan? Huh? Ja, die niet, hè? Luister nu maar eens goed, dames en heren. Luister nu maar goed. Oh, mannetjes. Dat is toch zalig geluid. Oh. Huh? Bomen, hout? Ja, bomen, hout. Juist.
Dat kunnen we al. Ik kan je één ding zeggen, hoor dat geluid, dat is toch gewoon machtig, dat wou ik zeggen. Dat dat zo blijft grommelen. Kijk, als er een flits is, dan blijft het ook even grommelen. Dus ik zal zeggen, flits, la. Dat zegt de onweer niet, of de bliksem niet, hè, zalig. Dat was mijn maatje, hè. Blijft zeg. Ja! Ja! Kom aan, nog één bliksemke. Kan soms lang duren. Oh, en die sliert staat erop! Die sliert staat erop! Dus we gaan een klein beetje naar daar gaan. Ik ga tegen die muur beginnen te gaan, want het is naar daar aan het gaan. Maar hier is wel smaller, van afdak. Allee mensen. Oh. Ja. Gewoon zalig, mensen. Hoort die geluid toch? Oh, ho, ho, ho. Hij staat erop. Hij staat erop. Ja, hij staat er ook op, de sliert. En als ik wat montage zelfs ga doen, dus ik ga even zelfs ook mijn funnel al wat in de kander steken. Kijk, zo bijvoorbeeld als ik weet, dus op minuut 5 was het, dat er een sliert was in deze fragment. Hij dat probeert ook dan in slow motion kan laten voorbij komen. Maar het moet er wel op staan eerst. Er heeft toch één iemand een klein beetje angst. Die staat erop. 6 minuten. Ja mensen, ik zeg ook soms de minuten in mijn vlog. Waarom? Dan weet ik ook waar ik binnen slow motion moet gaan beginnen te zoeken. Want deze fragment is al 6 minuten al 31 seconden lang, hè. Dat is zo zalig geluid. Blijft gewoon herhalen. Ik vind het gewoon zalig weer. Weeromstandigheden. Ik wil nog één allerlaatste flits. Kom aan. En dan een. Wow. Die was mooi. Ja. En dan nog zo. Ja, en dan nog zo'n klein beetje ook terug naar omhoog. Dat was echt machtig. 7 minuten, ofwel iets minder dan 7 minuten. Daar is het te sliert in te situeren. Ik durf het nu gewoon niet meer afzetten, want het is echt heel mooi bezig buiten nu. De slierten zijn aanwezig. Ze beginnen onder de wolkjes te komen in plaats van erboven te blijven. En die zal wel hier van boven ons zijn. Ja, dat is eentje van boven ons. Het is boven onze dak, dus daar zien we dat niet. We staan ook onder een afdak. Voor toch wat droog te houden. Oh, hoor dat. Oh, dat geknal, dat geknetter. Oh, zalig. Ja, daar kom ik wel spontaan
Nee, ik ga zwijgen. Wat dan? Ik ben er jaren genoeg mee te kijken. Dus daar had ik mij even bij woorden hebben ingeslikt. Daar was dat. Maar geen sleert, dus ik kan geen minuten zeggen. Ik kan ook wel redelijk wat seconden stil zijn om van jullie ook laten genieten van het onweer geluiden. Of hoe jullie het ook nog misschien kunnen soms. Sorry, ik kan het echt niet laten om wel ook van deze beelden ook nog van gebruik te maken van de onweersbeelden. Ik wil ook nog aan jullie even vertellen hoe ik eigenlijk mijn angsten heb overwonnen. En daar moeten jullie ook eigenlijk dankbaar voor zijn, want jullie kennen ook de persoon die achter deze naam zit, Lion Gaming Solutions. Vroeger heette het de webshop Soefkonijn. En die stonden ook op Langkamp. Langkamp is een LAN-party outdoor, dus in tenten. Die Karima kende je niet meer. Ja? Zij kende je niet meer. Die was helemaal ingepakt door de regen. Wie dit hier daar is? Is dat zij dan niet? Dat is Karima niet zo. Ah, oké. Okay. Oei, ja. Dat was prima. Maar de Raptors is blijven wel van. Mijn? Nee, die van haar. En die zal wel in de auto blijven zitten? Nee, die ben dus alleen in de auto twee. Wie ligt er dan in de Raptors dan? Met misschien nog met een draaiende motor. Denk het dan wel. Oké, ja. Dan maak ik jullie dan ook weer eens even mee. Voilà, tijdens mijn uitleg. Dus ja, ik zat dus op Langkamp. Het was ook weer al zo in een hevige onweersbui. Ik dan richting Lion Gaming Solutions gelopen. Ja, in die tijd dus, Soefkonijn. Soef, soef, soef! Ik heb bang! Ik heb bang! Mijn jongen, zei hem. Je moet geen bang hebben. Ik zeg, ja, maar als het hier inslaat, zijn we toch allemaal geëlektrocuteerd? Nee, mijn jongen, dat zal hier niet zo snel inslaan. Zeg je die kerkginder? Zeg je die bomenginder? Ja, ik stop soms als er redelijk wat flitsen zijn achter mij. En hoor dat gegrom. Dus, oh. Ja, wacht hè. Zie je die bomen? Ik zeg ja, Soef. Ja, ik zie die bomen. Ik zie die kei. En wel, mijn jong. Als de bliksem of de onweer waar je die slierten van ziet, moet inslaan op ons terrein. Die zal niet op ons terrein inslaan. Maar Soef toch? Jawel, want wij zitten hier toch in een open vlakte en al. Ja, Psycho. Maar vroeger was dat Monkey. Monkey? Die zal daar niet op inslaan. Want die zal inslaan eerst op de bomen die langs onze terrein staan. Oftewel op die kerk. Want dat zijn de twee hoogste punten. En als het echt ook hevig onwit, je ziet het ook, Monkey. Gooi je ook dan de generator uit. Dus waar de stroom uitkomt, hè, mensen. Dus heel die veld lag dus zonder stroom. Onweer breekt aan. Ik met angsten. Dat was hier heel dichtbij. En jij hoort je oren toe. Ja, het valt nog mee. Ja, het valt nog mee, want het was ook richting die kant uit, zag ik. Het was een hele lange sliert. Ik hoop de kraan zo echt. Echt te beter op die kraan. Ja. Dus, ja. Oké. Dan, ja, ze zitten te wachten ook zo gelijk hier. Dus wanneer dat ik de stroom ga terug ga activeren. Want ik ga
echt wachten tot de onweer of de bliksem eigenlijk wat voorbij is. En dan pas schakel ik de stroom volledig terug aan. Want ik heb mijn beide aardingen volledig uitgezet. En het zijn mooie straaltjes wat ik nu aan het missen ben. Dus ik ga jullie nu laten. Dus jullie hebben nu ook mijn verhaal gehoord hoe ik mijn angst heb overwonnen van de onweer. Dus ik ben naar Soef gelopen. Soef heeft mij dan gezegd van kijk, dat slaat in op de hoogste punt. Dus dat zijn onze tenten niet met de bomen of al de kerk. Daar zal die deze op inslaan. Hier is het juist hetzelfde. Hier hebben we ook een kerk heel dichtbij. Hier hebben we, ik ga het jullie ook laten zien. Allee. Dan moet ik wat beeld hebben. Laten zien, stroommasten. En daar zal die dan wel eerst op inslaan. Oftewel, waar wij dan misschien een klein beetje in de shit zitten, waar ik nu wel een klein beetje angst in heb. Dus ik kan je personeel schoon. Is die kraan hier. En die staat hier echt heel dichtbij. Maar mensen, ik ga jullie nu laten. Yo, 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 yo. De bliksemgeluiden. De vraag nu aan mijn kijkers, dus naar jullie toe. Laat het ook alsjeblieft in de comments weten. Hebben jullie schrik van onweer? Ja of nee? Of soms? Dat kan ook. Bij mij is het woordje vroeger wel, nu niet meer. Hoe extremer de onweerders of de bliksems, hoe fijner dat ik het vind. Ik begin het ook koud te krijgen, ja. Dus via deze weg. Kom op. Kunnen we daar even binnen, even goed zien, zit er niks in? Ja, maar niet het geluid. Dus via deze weg. Oeh, ik heb een druppel gekregen. Via deze weg ga ik ook met een vlog beëindigen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik ga je nog één ding zeggen. Ik ga jullie nog even laten genieten van ene bliksem en enige grommel. Come on! Let's go! Geef ons eentje! Kom aan, geef ons nog eentje. Geef ons nog een. Ja. Dat was maar een magertje. Oh, dat is ook een mooie afsluiter met een sleert. Dus, zoals altijd als ik zeg, als ik mijn vlog afsluit, ik ga even jullie hier opzetten. Yo, 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 yo. Thank you.